Hier tot aan het spa, ik kluif je ziltige lippen tussen het oerwoud van Kruisruim. Je parelgele tanden, subtiel gecamoufleerd door een hoornbrug, hebben net zo'n roze gebarwing als de Boekerstraat achter de rug. Je wulpse lijf, maar komen spieren stijf. Mijn zak, zwaar behuisd met intens verlangen, helpt mij maar een dergelijke miljarder in me hangen. Hun halfgespleten open ruggetjes en hun van schrik stijf staande stekeltjes lenen zich bij uitstek voor het bevestigen van lijfspreuken en bleek later de voorloper van klittenband. Als men daar elkaar vroeg om een goede raad, hadden zij het daar gekscherend over. Heb jij nog een mol mee? Dit was de voorloper van het woord meemol. Later verbast het in onze regio tot meemo. Hier is Karel Karits! Om even met de volgende gesprekken door te gaan. Nog één Haagse spreuk en dan laat ik het over aan Jeffrey straks. Een beetje als ik naar jullie kijk. Als de schaamlippen applaudisseren, zal het wel een klapmut zijn. Ik wil openen met een gedicht. Meestal dicht ik openingen, maar ga openen met een gedicht. Gaat over Den Haag. Het heet Veelzijdig Den Haag. Denk ik aan Den Haag, zie je brede laden met een enkele Saab Turbo in de Vogelwijk. En dichtgeslipte binnenstadse sluiproutes met verkeersdrempels en andere zerk. Ik denk aan Den Haag en denk aan Golden Earring Q65 aan Doeken Den Haagse Matrozenkoor. Remco Kamp, Simon Michel en Harry Jekkers. Verkoten die bier verder een hoop goed bedoeld gesappel. Kortom, een veelzijdige culturele fruitmand met hier en daar al een beschimmelde appel. Denk ik aan Den Haag, denk ik aan brandbare pensions met illegale bij de vleet. En denk ik aan onze vorstin met haar royale reet op 60 kamers breed. Denk ik aan Den Haag, denk ik aan een kroonprins die het watermanagement kreeg aangereikt. En dat je sindsdien 63 euro kan dokken als je tegen de Haagse toren aanzeikt. Als Den Haag in mijn gedachte is, denk ik aan Alt Erkenduinen en niks is te gek. Want elke rijke necrofiel heeft daar zijn eigen goed onderhouden en afzerkplek. Als ik aan Den Haag denk, dan denk ik aan een verzameling parkeergarages die stinken naar de zak. Geheel vormgegeven naar de architectonische inzichten die zo bepalend waren voor het aanzien van het Derde Rijk. Denk ik aan Den Haag, denk ik onverlet aan een strand dat door de Duitsers is bezet. Willen ze naar Den Haag, dan moeten die laatdunkende arrogante kut Amsterdammers altijd overlijden. Overlijden. En een opgewonden rilling gaat over onze Haagse lijven. Want denk ik aan Den Haag, vind ik dat ze met de grafpoten van mijn geliefde kankerstad af moeten blijven. Even daarvoor heb ik de seksshop aan de Boekerstraat betreden, geflankeerd door twee strakke meiden. Met een gezicht dat vanzelfsprekendheid uitstraalt, pakt de winkelier een bezem die achterloos tegen een vitrine met fluorescerende dildo staat geparkeerd. Door met het harige gedeelte daarvan in het kruis van een showmodel te duwen, wordt deze eenvoudig van haar plaats aan de muur gewipt. Even denk ik daarbij een opgewonden kreetje te horen. Het is de laatste, ze gaan hard deze tijd van het jaar. Zorgvuldig drukt hij de lucht uit de pop en vouwt deze zodanig dat de oorspronkelijke verpakking, een plastic tas met ritssluiting, daar weer omheen kan. Stoïcijns rekeningen 45 euro af en trekt de dames mee naar buiten die minder normale interesse tonen voor de uitgestalde latex jurkies. Michiel is jarig en samen met twee van zijn vriendinnen die ik heb opgehaald, ga ik naar zijn huis aan de Uilenbomen. Eenmaal weer in de auto strijkt Muriel over me daarbij en kust me op de wang. Lief cadeautje heb je van Michiel gekocht, hijgt ze in mijn oor. En wat is dat voor iets hars daar in je broek? Lacht ze ondeugend. Niks, mijn mobieltje, zeg ik nou waarheid met de rode kop. Ondertussen laat Fabienne, die achter me zit, haar handen over mijn schouders en borstkas gaan, terwijl ze langs de neksteun van mijn stoel teder in mijn nek kust. Ja, lief van je, zegt ook zij. Maar een beetje eigen belang ook, laat ik stoer weten. Straks heeft Michiel zijn klaar bevolen die opblaaspop en misschien kunnen wij drieën ons dan terugtrekken en... Ja, en dan? Reageert Murielle met een ondeugende blik. Instinctief ga ik op dat moment naar mijn mobiel en zie tot mijn schrik dat hij niet op de blokkeerstand stond en een nummer heeft gebeld dat ik me al te goed ken. Voorzichtig haal ik het apparaatje tegen mijn oor en ik hoor juist hoe mijn vrouw me aan de andere kant de huid vol schelt. Sta ik hier met een lekker band bij de fietsenmaker terwijl jij met twee van die slettenbakken zit te geilen in de handen van je. Jij kan lachen, brult ze voordat ze ophangt. Ja, maar schat, probeer ik nog, maar ze is al weg. Gegiegel klinkt op in de auto, zwijgend rijden we naar de Uilenbomen. Daar aangekomen hervind ik mijn lef en ik stel voor om eerst de pop op te blazen om zo met z'n vieren bij Michiel naar binnen te stappen. Schaterlachend slaan de twee mij gade terwijl ik fanatiek aan het blazen ben. Als ik bijna klaar ben, passeert een man met zijn uiterst magere vrouw ons op de smalle stoep waarvan wij hebben bezit genomen. Ik wou dat ik mijn werf kon opblazen, zegt hij doodleuk in het voorbijgaan. Tussen twee ademtochten door antwoord ik stoer, nou en ik wou dat ik mijn werf kon laten leeglopen. Dan word ik door paniek bevangen. Weer ga ik naar mijn mobiel. Weer had ik hem niet geblokkeerd.
Ik luister en hoor juist hoe de verbinding wordt verbroken. Even later ontvang ik een sms'je. Blijf maar weg ook. Die fietsen maken heeft me daar een ventiel. Helemaal donders aan dat bandenwippertje van jou. Ik denk dat ik het maar eens lekker laat oppompen. Van gebakken lul naar mijn huis was het voor mij maar een kleine stap. En ik had me ooit voorgenomen nooit ook maar één stap in de gezondheidszorg te zetten. Maar dat hou ik niet lang vol. Ik heb een diep bijgeloof namelijk, als je daar eenmaal aan begint, kom je daar terug met de regelmaat van een SM-verslaafde naar zijn martelkelder. En dat blijkt te kloppen. De eerste keer dat ik naar mijn huisarts toe ging, wist ik niet eens waar hij zat. Bleek hij te zijn gevestigd met zijn praktijk in zo'n achterstandswijk. Zo'n golfplatenbuurt, overal waar je keek, sociale huisvesting met een minaret erbovenop. Ik kom die wachtkamer binnen, stamvolk, zie een hindoe staan omdat er geen zitplaats meer is. Verder alleen maar Afrikanen. Zimbabwezen, Kenianen, Guinea-Bissauers, Kenianen. En stuk voor stuk komen ze jankend de spreekkamer uit. Dus daar moest ik het bijna van hebben. Dus toen ik aan de beurt was, zei ik tegen mijn huisarts. Ik zeg, dokter, heeft u iets tegen negers? Hij zegt, ja natuurlijk. En begon meteen een recept uit te schrijven. Ik was gelijk op mijn hoede. En toen vroeg hij, kan ik nu nog ergens anders mee van dienst zijn? Ik zei, nee, ik kijk nog wel even rond. Maar ik kwam voor een verwijzing voor mijn knie. Want mijn knie ligt helemaal aan de klote al sinds mijn 17e. Ah. Ook last van je knie, gozer. Hij verstaat geen haas. Hij verstaat geen haas. Maar kom straks met een babyvertaling. Klippen chippenkaart. Zo'n kartonnetje gekloten waard. Getig wordt je opgeknaagd door een stout- en stempelautomaat. Dan was het lekkerste op aard. Zielige daad was een zielig apparaat. Rijden hierin is geen smakelijk vertier. Vind gek met die prijzen gelijk een juwelier. Mensen die het al niet het best hebben, zijn afhankelijk van de smerige soort. Uitzuigen van minderen, ze weten wel hoe dat hoort. Openbaar vervoer is openbaar als het voor iedereen toegankelijk is. Tot overmaat van helse ramp controle door, stelletje NSB'ers. Blauwe centengraaiers, intelligentie in een reet, matennaaiers. Afgekeurde kitten, bewakingsnerds en meer van dit soort uniform geilende zielenpoten zonder persoonlijkheid. Je kan een hoop stront paars verven, het blijft een hoop stront. Openbaar vervoer, gelijk een hoer. Iedereen zit erin en wordt er niet wijzer van. Verwachtingsvol met een bestemmingsdoel, klauwen met geld. In ruil voor een slecht gevoel. Openbaar vervoer, pff, kankerhoer.